De coëfficiënten Polonaise barst los. We hebben het geflikt. Door de goede prestaties van de Nederlandse clubs dit seizoen staan we virtueel zesde op de coëfficiëntenranglijst. En dat biedt grote kans op twee directe Champions League tickets. Maar de strijd is nog niet gestreden, dus niet te vroeg juichen. In deze video leggen we je alles uit over de coëfficiëntenranglijst. Danny, kom erin. Ten eerste de coëfficiëntpunten. Ja, per goed resultaat in een Europese competitie verdienen clubs punten voor hun land. Een overwinning en een gelijkspel in de Champions League zijn evenveel waard als in de Europa en Conference League. Belangrijk om even te vermelden, het behaalde aantal punten wordt gedeeld door het aantal clubs dat meedoen uit dezelfde competitie. Het behalen van de groepsfase in de Champions League is een bonus van 4 punten waard en bij het behalen van de knock-outfase krijg je 5 bonuspunten. Het totale puntenaantal is een optelsom van alle behaalde coëfficiënten over de laatste 5 seizoenen. En dit seizoen gaat het nog niet lukken om de grote concurrenten Frankrijk en Portugal in te halen, maar volgend jaar wordt het rampseizoen 17-18 weggestreept. Als we dan kijken naar de ranking voor komend seizoen, staan we virtueel boven Portugal en dicht op Frankrijk. Als dit in de zomer van 2023 nog steeds het geval is, kan dat tweede Champions League ticket ons niet meer ontgaan. Maar goed, hoe ziet het er nu uit in Nederland? Nederland heeft dit jaar maar liefst 5 vertegenwoordigers in de Europese competities, die ons nu al aan de hoogste score in, hou je vast, 10 jaar tijd hebben geholpen. Ajax heeft de klus al geklaard in de Champions League, de megabonus van 5 punten zit dus al in de tas. Wel kunnen de Amsterdammers nog steeds punten verdienen voor Nederland in de resterende poolwedstrijden. PSV kan ook een mooie bonus van 4 punten pakken als het eerste wordt in zijn Europa League pool. En als PSV tweede wordt, krijgt het een bonus van 2 punten. Als ze derde worden, volgt de tussenronde van de Conference League en dus geen bonussen. Het halen van elke knock-outronde levert 1 punt extra op in de Europa League. AZ en Feyenoord dan, die staan op het punt om groepswinnaars te worden in de Conference League, wat in totaal 4 bonuspunten oplevert. Helaas moeten zij dan wel weer de halve finale bereiken voor er weer bonuspunten kunnen worden verdiend. Vitesse tot slot, die staan derde in de pool, maar is nog in de race voor in ieder geval de tweede plek. Nou, als ze derde blijven is het einde verhaal voor de Arnhemmers en dus geen punten. Laten we een kijkje nemen bij de concurrentie. Er doen dit jaar 6 Franse clubs mee aan de Europese competities. PSG staat met een sterrenelftal er goed op om na de jaarwisseling door te gaan in het miljardenbal. In de pool van Lille kan het nog alle kanten opgaan. De club kan overwinteren naar de Europa League of zelfs helemaal uit Europa vliegen. Beide clubs kunnen de bonus dus nog verdienen. Lyon is fluitend door in zijn Europa League pool en is zelfs al zeker van plek 1 en daarmee ook de bonuspunten. Marseille en Monaco zijn nog nergens zeker van, al kan Monaco nog eerste worden in zijn pool. Daarvoor heeft het nog wel PSV als concurrent. Stade Rennes dan, die moeten tegen Vitesse strijden voor overwintering. Nou, Frankrijk staat in het totaalklassement nog wel een tijdje boven Nederland. En de eredivisieclubs zullen dus op een hoog niveau moeten blijven presteren als we ze willen inhalen. Portugal, dat lijkt een makkelijkere prooi. Die heeft nog 4 van de 6 clubs actief. En geen van de 3 Portugese Champions League clubs is zeker van overwintering in die competitie. Maar als het erg tegen zit voor ons, pakken ze allemaal een megabonus voor Portugal. En als dat niet lukt, lijken ze de Europa League in te gaan, waar ze ook punten kunnen pakken. Braga zullen we zeer waarschijnlijk ook in 2022 nog in de Europa League zien. Het ziet er op dit moment dus goed uit voor Nederland, maar er kan nog van alles gebeuren. En nu tot slot het goede nieuws. Als we het seizoen 22-23 afsluiten als nummer 6 van Europa, kunnen er over een paar jaar dus 2 eredivisieclubs direct de Champions League in. En interessant is dat de Champions League binnenkort compleet verandert. De competitie breidt zich vanaf het seizoen 24-25 uit van 32 naar 36 teams. En een van die 4 extra tickets zou voor Nederland kunnen zijn. Nou, hoe dat zit hebben we in een eerdere video al behandeld. Die kun je bekijken via het linkje hier in het scherm. En tot slot vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en op naar een hoop mooie jaren.